Rob zat zaterdagavond nog in zijn stamkroeg. Om middernacht werd hij 37 en het hele café zong hem toe. Die nacht overleed hij in zijn slaap. Dus de impact is enorm. Ja. En één woord, hè? Lieveling. Niet alleen voor mij, maar Tillendorp. Een lieveling. Tillendorp is er kapot van. Ontzettend veel klanten, verdrietige klanten gehad deze week. Iedereen aan de koffietafel. Klanten die niet eens boodschappen kwamen doen, maar die alleen. Die speelden uiten en ja, enorm. Jij heet Rob, hij ook. Dat is Rob 1, hè? Kijk. Ik mag hem alleen vasthouden. Ik mag hem niet omdoen. Want ik ken mijn plek. Ik ben Rob 2. Het schap met schoonmaakmiddelen begint leeg te raken. De vracht die Rob maandagmorgen zou verwerken, die staat er nog. Ik vul dit sowieso altijd, iedere ochtend de schoonmaakmiddelen. Ik zeg wel eens gekscherend, Rob werkte hier bij mij, omdat hij dan op maandagochtend met de klanten de voetbal kon evalueren. Maar ook om iedere dag Ajax in de handen te hebben, want dat was zijn favoriete club. Maar wat hij vooral deed, dat is klanten netjes houden, te woord staan. En als er 50 klanten per dag vroegen om waar staat op en neer wil, liep hij met evenveel plezier liep hij mee en voelde zich belangrijk en fijn, op een hele fijne manier. Rob zat zaterdagavond nog in zijn stamkroeg. Om middernacht werd hij 37 en het hele café zong hem toe. Die nacht overleed hij in zijn slaap. Hoe zou hij dit zelf gevonden hebben? Ja, fantastisch. Fantastisch. Want Rob wilde graag op een... Of wilde graag, dat sprak hij niet uit, maar dat merkte hij dan aan hem. Toch, dat hij op een voetstuk werd geplaatst, dat vond hij wel mooi. En dat deden we regelmatig. Niet alleen hier, maar ook bij de VV Hellendoord, bij de club en bij Heracles en... Bij de lantaarn, bij de barbier, overal was hij belangrijk. En dat vond hij stiekem wel mooi. Ja. Hij wordt enorm gemist in het dorp. Zeker ook bij zijn club, VV Hellendoorn. Rob was op en top voetbalman. Als we het over passie en plezier hebben, dan hebben we het over Rob Gortemaker. Wat laat Rob hier achter? Rob laat een hele mooie herinnering achter. Wat voetbal kan betekenen voor iemand, hoe je voetbal kunt beleven en hoe je eigenlijk met elkaar wenst om te gaan. Hellendoorn heeft zo'n 6300 inwoners, 6300 mensen missen hem. Ja, zeg ik volmondig ja. Iedereen kende hem en iedereen heeft zijn anekdote over hem. We zijn nu 2-3 dagen verder en nu komen de verhalen los, we ontmoeten elkaar weer. Maar iedereen die weet waar we, iedereen, ja, die, nogmaals, iedereen kent hem. Dus de impact is enorm. Ja.